De overlast van vuil in de stad blijft een doorn in het oog van veel Tielenaren. Carla Kreuk van de PvdB. Nou, PvdB die heeft al een aantal keren daar vragen over gesteld. En daar ook met initiatieven voor gekomen. Maar de wethouder die wil niet zo erg. En dat zijn wij nu wel een beetje zat. De wethouder heeft gezegd van nou, ik ga geen extra bakken plaatsen, want het kost allemaal extra geld. En ik ga het ook niet vaker ophalen, want het kost ook extra geld. En hij heeft afgelopen week wel gezegd van ja, misschien moeten we dan maar meer gaan handhaven of camera's gaan inzetten. Maar ja, dat kost ook veel meer geld. Hij wil eigenlijk niets doen totdat het nieuwe afvalsysteem ingevoerd gaat worden. En dat is in 2019. Dat vinden wij echt onacceptabel.